Mulțumim. Domnul Demesmaeker, un minut și 30 de secunde. Dank u, ik spreek in naam van onze schaduwrapporteur Sander Lones. Evenredigheid, helderheid en flexibiliteit zijn de elementen van de herziening van deze verordening uit 2005 die onze fractie het meeste waardeert. We juichen toe dat er evenredige controles worden ingesteld zonder dat die overbodige lasten creëren. Lasten die de handel in goederen voor legaal eindgebruik zouden beperken. We staan ook achter de techniek van specifieke, beknopte goederenlijsten die uit- en invoerders helderheid bieden en die snel kunnen worden aangepast aan veranderende technologieën en veranderende ontwikkelingen in de wereld. Door die combinatie van goederenlijsten en spoedprocedure wordt de geoorloofde toegang tot geneesmiddelen en farmaceutische producten niet in het gedrang gebracht. Ook andere aanpassingen van de verordening kunnen op onze goedkeuring rekenen, zoals de vereisten van een voorafgaande vergunning voor tussenhandeldiensten en technische bijstand voor goederen die vallen onder bijlagen 3 en 3 bis en het verbod daarvan voor goederen van bijlage 2. Het verbod van de doorvoer van goederen die vallen onder bijlage 2 en als de transporteur weet dat de goederen voor foltering of doodstraf kunnen gebruikt worden, ook voor goederen van bijlage 3 en 2 bis. En tenslotte het verbod op reclame en het tentoonstellen en voor verkoop aanbieden op handelsbeurzen van bepaalde goederen. We hopen samen met u op een kamerbrede goedkeuring. Onze felicitaties aan rapporteur Schaken en ook aan commissaris Malmström. Doamna Forenza, un minuto e 30 secondi. Grazie Presidente. Noi oggi qui approviamo un aggiornamento del regolamento sulla commercializzazione di beni che possono essere usati per pena di morte o tortura, dopo un trilogo impegnativo con il Consiglio e la Commissione. Vorrei quindi prima di tutto ringraziare la rapporteur, la signora Schaken.